Het bekende programma Orupokumang is gisteren feestelijk afgesloten te White Beach, Acaribo. Na 12 jaar heeft de sponsor van het programma, Orlando Shim, directeur van Carline, besloten het project voorlopig stop te zetten. Shim zegt voorlopig omdat het mogelijk is dat dit project wordt voortgezet. Hij bracht dank uit aan alle Orupokumangs voor hun medewerking in de afgelopen 12 jaren. Een groot deel zit in Nederland, gewoon in Nederland, maar het beste deel woont in Suriname, hè? Ongetwijfeld. Ik wil Henk in het bijzonder bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen 12 jaar. En verder Horacio, Indiaan. We hebben een hele prettige samenwerking gehad. Maar ja, we hebben toch besloten om na 12 jaar een eind te maken aan het opnemen van het programma. Ja, en het is niet zo vaak dat dat gebeurt, dat een programma meer dan 10 jaar in de lucht is. Shim spreekt de hoop uit dat deze programma's bewaard zullen blijven, waardoor iedereen gebruik kan maken van de info. De presentator en producer van dit programma, respectievelijk Henk van Vliet en Horacio Indiaan, typeerden gisteren als een historische dag voor de Surinaamse showbiz. Van Vliet gaf aan dat in 2007 gestart is met dit programma, waarbij nagenoeg alle Orupokumangs in het zonnetje zijn gezet. Hun verhaal hebben gepresenteerd aan het Surinaams publiek. We hebben bijna allemaal gehad. Ik wil eerlijk zijn, het is niet gelukt om iedereen in dit programma te presenteren, maar het groot deel. En vandaag gaan we dit project afronden. En het is een historische dag, want voor het eerst dat alle echte Orupokumangs van Suriname hier aanwezig zijn op deze ene plek om dit project heel feestelijk af te sluiten. We hebben meer dan pakweg 100 artiesten gehad. En dit project, wat we vandaag hier doen in Suriname, hebben we eerder ook gedaan in Nederland. Maar dan alleen met die Orupokumangs die in Nederland wonen. Vandaag is het dus voor de Orupokumangs die in Suriname wonen. En dat wordt feestelijk. We gaan eten, we gaan drinken, we gaan dansen en we gaan zingen. Orupokumang is eigenlijk het idee van ID Media Plus toen. En dat was even op tafel gelegd bij Carline. En wel, dat is zijn gebroeders Orlando en Kenneth Shim. En toen zeiden ze van, hey, prima, we gaan shooten. Orlando is natuurlijk een heel grote muziekliefhebber, ja toch Henk? En die zei van, hey, laten we shooten en kijken wat het wordt. Daarom zeg ik bij deze, geef ik natuurlijk Clifton Brown natuurlijk alle applaus toe. Omdat Clifton degene is die als eerste is begonnen met de presentatie van Orupokumang. En dat waren drie programma's. En daarna heeft eigenlijk de man, de deskundige, overgenomen. We hadden een gesprek met hem. En die was niemand minder dan de man hier naast me. My brother, Henk van Vliet. En tot de dag van heden is het programma een succes geweest. Vandaag is de laatste dag, Henk heeft het daarover gehad. Maar natuurlijk, alle eer en dank toe aan de man, de grote man. En dat is de grote sponsor. En dat is Orlando Shim himself. Dat was Horacio Indiaan, de producer van het programma Orupokumang, dat gisteren feestelijk is afgesloten. Van alle Pokumangs die in het programma zijn geïnterviewd, zijn 23 intussen overleden. Van Vliet is blij dat hun geschiedenis is vastgelegd. Voor deze Pokumangs is er tijdens het officieel gedeelte een minuut stilte in acht genomen.